Hoi jongens en meisjes, leuk dat jullie er weer zijn en vandaag gaan we samen vormen herkennen. Ik ga jullie eerst uitleggen welke vormen we gaan herkennen en daarna gaan we samen een spelletje doen. Nou, we beginnen met de cirkel. De cirkel noemen we ook wel het rondje. Daarna het vierkant. Een vierkant kan je herkennen aan dat hij vier gelijke zijdes heeft. Dat betekent dat alle zijdes even lang zijn. Ook kan je het herkennen aan dat hij vier hoeken heeft. Dan heb je nog de rechthoek. De rechthoek lijkt heel veel op het vierkant, alleen hebben ze geen vier gelijke zijdes. De bovenkant en onderkant zijn in dit voorbeeld korter en de zijkanten zijn langer. En als laatste nog de driehoek. De driehoek kun je herkennen aan dat hij drie hoeken heeft. Kijk maar waar de pijlen staan. Nou, jullie hebben alle vormen gezien die we gaan gebruiken. Nou ga ik even het spelletje uitleggen. Er komen dadelijk wat vormen in het beeld en jullie mogen zeggen welke vorm het is. Dus bijvoorbeeld, ik laat hier de cirkel zien. Dan roepen jullie cirkel. Dan komen er ook dadelijk nog wat gekke poppetjes tevoorschijn. Bijvoorbeeld dit poppetje. Als dit poppetje in beeld is, moeten jullie springen. Het kan ook zijn dat dit poppetje in beeld komt. Dan moeten jullie twee keer in jullie handen klappen. En dan ook nog het laatste poppetje. Bij dit poppetje moeten jullie een rondje draaien. Oké, we gaan beginnen met joggen op onze plek. Dan laat ik dadelijk de vormen of de poppetjes in het beeld zien. En dan moeten jullie heel goed opletten, hè? Oké, begin maar met joggen en roepen. Ja, goed zo, de cirkel. En springen. Zo, ja, klopt, de rechthoek. En dan gaan we een rondje draaien. Kom op, blijf doorjoggen en roepen. Jullie kunnen het. En na de driehoek gaan we twee keer klappen. Ja, het vierkant. Jullie zijn super goed bezig hoor. Wow, super goed gedaan jongens en meisjes. Nu gaan we eens kijken of we het ook een tikkeltje sneller kunnen doen. Ik denk dat jullie het wel kunnen. Laat maar zien. Wat hebben jullie weer goed meegedaan? Vonden jullie het leuk? Nou, ik in ieder geval zeker wel. Nou, en weer tot de volgende keer, hè? Doeg!